kan de boom in. En u niet alleen. Tenminste, als het aan groen front ligt. Als het tegen de snelweg is, dan kunnen we allemaal de boom in, toch? Dit is Puk van de milieuorganisatie Groenfront. Hij geeft een lesje boomklimmen in de bossen van Amelis-Weert. Ja, dat vind ik wel goed zitten hoor. Leuk, maar waarom eigenlijk? Om mensen te mobiliseren om in actie te komen tegen de startnotitie Ring Utrecht. Zet je voeten maar in. Die startnotitie bevat plannen van Rijkswaterstaat die de verkeersproblemen rond Utrecht moeten oplossen. Een aantal daarvan betekent meer asfalt. Dat ziet Groenfront niet zitten en de wandelaars in het bos ook niet. Hier moet je gewoon afblijven, wat mij betreft. Ja. Bij hen vindt de actie dan ook bijval. Hoewel deze vader toch wat bezorgd kijkt naar het klauterwerk van zijn dochter. Nou, ik heb er toch vertrouwen in hoor. Dat is mooi. En de actie zelf? Nou, ik vind het een prima actie. Het is toch weer op een spectaculaire manier aandacht te geven aan dit gebeuren. Helemaal fantastisch. Ik hoop dat ze een enorme aanhang krijgen. Ja, dat zou fijn zijn voor Groenfront. Maar die files zijn ook geen feestje. Het is een hoop gedoe, hè? Moet daar dan niet iets aan gedaan worden? Meer fietspaden. Mensen kunnen gaan carpoolen. Ze kunnen dichter bij huis gaan werken en met de fiets naar hun werk. Ja, bedenk het maar. Er zijn oplossingen genoeg. Maar asfalt is geen oplossing. En zo denken de meeste politieke partijen erover. Dus al die acties en petities zijn helemaal niet nodig. Ja, nou, ik hoop dat dat zo wordt waargemaakt. Ik hoop dat de politiek bij zijn standpunt blijft. Maar ik ben bang dat ze nog overtuigd worden door Rijkswaterstaat. En als dat gebeurt, komt er gewoon een snelweg. Even wachten nog, want er zijn nog een paar die willen klimmen. Want in de jaren 80 ging ook Jan en Alleman in de bomen van Amelis-Weert. Dat was toen tegen de komst van de A27. En die weg, die ligt er nu gewoon. De volgende weg komt er in ieder geval niet. Wat maak je daar zo zeker van? Anders gaan wij in de boom hangen. Onszelf vastketenen. In de boom wonen als het nodig is. En tot die tijd klimmen ze voor de lol in het bos. Ik ook klim. Ja. Maar de nieuwe generatie boombezetters en hun achterban zijn er klaar voor.